Minister Silvano Tjanahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu is ook de mening toegedaan dat er een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek moet komen naar de precieze oorzaak van de ramp in het Brokopondo-gebied. De redactie vroeg de bewindsman naar een reactie op een schrijven van professor Franklin Yabini aan de regering, waarbij de wetenschapper de noodzaak voor het onderzoek benadrukt. Waarvan er sprake is er sprake van een cyclus dat er dus op dit moment dus meer neerslag is en dat we die stroom niet aankunnen en wat er precies is gebeurd. Ik kan op dit moment niet exact aangeven. Ik zou het wel ondersteunen om te zeggen dat er moet worden uitgezocht. U noemde het een issue die te maken heeft met milieu. Ja, het is een milieu-issue. Of dit allemaal te weten is aan climate change, ik denk dat het voor een goed deel wel daaraan te weten is, maar ik zou niet zeggen dat het uitsluitend daaraan te weten is. Maar het onderzoek zal het moeten uitwijzen wat het exact is. En ik zou die discussie niet uit de weg willen gaan. Ik moet wel zeggen dat wij binnen het ministerie al contact hebben gemaakt met deskundigen. Tjanahing zegt verder dat er heel weinig deskundigen in Suriname zijn die de nodige ervaring hebben om het onderzoek te doen. Echter stelt de minister dat het nu gebruik is om toch op zoek te gaan naar de specialisten, omdat de doorlichting nodig is om verandering te brengen in onze kijk op zaken. Wat betreft de structurele oplossing hebben wij al eerder aangekondigd dat wij dus nu de eerste nota ruimtelijke ordening af hebben die heel binnenkort, waarschijnlijk deze week nog, wordt vrijgegeven. En de bedoeling is dat er dus over het hele land een visie wordt geponeerd over hoe de verschillende gebieden moeten worden ontwikkeld. En dat we dus een periode van dialoog zullen inbouwen, waarin er dus commentaar komt van deskundigen, van de bewoners zelf, van iedereen. Alle stakeholders die betrokken zijn, die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied, kunnen aangeven hoe zij zelf de ontwikkeling van hun gebied zien. En dat zullen we dus op een gegeven moment wel moeten uitvoeren. Tjanahing zegt dat hij zijn collega's van regionale ontwikkelingen en sport en openbare werken de nodige ondersteuning zal bieden in de oplossingsvraagstukken met betrekking tot wateroverlast. In de Nationale Assemblee hebben verschillende parlementariërs aan de bel getrokken om een adequate aanpak van het probleem.